Welkom bij de podcast van 30Now. 30Now is een online platform voor meditatie, live meditatie. We bieden het dagelijks aan. Er zijn uh, live cursussen, verdiepingsreeksen. En nog heel veel andere dingen uh, die je kan uh, volgen vanuit huis. De stem die je hoort is van uh, Joost van een Heuvelreindes. Uh, normaal uh, leid ik nu een gast in die ik dan uh, interview en bevraag. Over iets uh, in zijn of haar leven, wat gaat over mindfulness, over boeddhisme, over meditatie in zijn algemeenheid. Um, heel vaak hoor je dan ook de stem van Eveline Brand, met wie ik heel veel keukentafelgesprekken heb gevoerd, die ook te beluisteren zijn hier op deze podcast. Uh, maar die hoor je nu ook niet. Ik ben alleen, ik praat alleen en ik wil deze keer heel anders doen dan anders. Namelijk, ik wil ingaan op een e-mail die ik ontvangen heb. En die e-mail die gaat over de huidige tijd, de pandemie en hoe kunnen we daar vaardig onze weg in vinden. Ik wil eerst een stukje uit de e-mail voorlezen en daarna wil ik daarop reflecteren. Een gedeelte van de e-mail die gaat als volgt: Ik mail je omdat ik bezorgd ben. De spanning tussen groepen waar we voordien nooit van hadden gehoord, de gevaccineerden en de ongevaccineerden, loopt hoog op. Voor mezelf is je laten vaccineren vanzelfsprekend, in de eerste plaats voor jezelf, maar als je dat niet nodig vindt, dan zou je het voor een ander kunnen doen en als jouw bijdrage zien om uit de pandemie te komen. Hoewel ik in principe voor vrijheid in mening en keuze ben, ik merk bij mezelf steeds meer irritatie en onbegrip voor mensen die blijven zeggen het vaccin nemen voelt nog niet goed. Of mijn immuunsysteem kan dit wel aan, met als gevolg dat, ook in het ziekenhuis waar ik werk, op de coronaafdeling, met name ongevaccineerde mensen liggen en zorgpersoneel wordt blootgesteld aan het virus. En natuurlijk de gevolgen voor de reguliere patiënten, een grote afschaling van de zorg. Waarom ik je mail, is omdat het bij mij steeds meer gaat wringen. Hoe kan ik me respectvol verhouden tot mensen die zo anders denken? Hoe kan ik blijven verzachten naar mensen die een andere keus maken terwijl ik de zorg in zie storten? Terwijl dat mijns inziens voorkomen had kunnen worden. Kortom, hoe houd ik het hart vrij van boosheid en onbegrip in deze pandemie? Zou het een idee zijn om bij nou aandacht te schenken aan hoe we kunnen verbinden en verzachten? Ik vermoed dat ik niet de enige ben die hiermee worstelt. Allereerst, dank voor deze e-mail. Ik denk dat het een stem is die we vaak horen om ons heen, maar ook zeker binnen ons. Hoe verhouden we ons tot? ja tot onze omgeving tot de grote dingen die nu in deze wereld gebeuren en ja ik wil daar aandacht aan schenken en dat doe ik dat dus uh, middels deze podcast uh, allereerst zou ik je willen vragen hoe resoneert deze e-mail terwijl ik hem zo voorlas zijn er bepaalde woorden die opvallen ervaar je instemming kan je je vinden in de mening van degene die deze mail heeft gestuurd? En wellicht ervaar je ook een uh, proteststem. Heb je een andere mening? En voel je nu misschien wel een enorme aandrang om die mening te ventileren en die ook te laten horen? En dat is precies, denk ik, wat deze tijd met zich meebrengt. Er zijn veel ideeën, veel visies, veel meningen. Um, over bijvoorbeeld wel of niet laten vaccineren. Misschien is er boosheid uh, over de maatregelen, omdat die maatregelen te soft zijn, te streng. Uh, misschien nemen we onze regeringsleiders wel kwalijk dat ze te laat ingrepen, of veel te snel, of veel te, nou ja, op welke andere manier dan ook. Ja, dus we, ja, we leven denk ik wel in een tijd. Waarin we soms verstrikt raken, zoals de Soethas dat dan noemen, de boeddhistische teachings, de, de oude geschriften, in een struikgewas van uh, meningen. En misschien ook wel het gevoel om, ja, dat de wereld verdeeld is in kampen voor en tegen. En, en uh, dat we met name ook wel zien om ons heen. En misschien doen we daar zelf ook aan mee dat, dat we veel ventileren. En er wordt veel gedeeld. Uh, foto's, filmpjes, uh, spreuken, ook op social media merk ik ook. En dat doet iets met ons, ook op het moment dat we het lezen. Uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat we daar ook een soort innerlijke polarisatie bij ervaren. Uh, hoe gaan we hiermee om? En er is geen pasklaar antwoord. Er is geen soort bla blauwdruk, die komt ook niet voort in. Uh, uit de geschriften van de Boeddha... van oké, okay, als er een pandemie uitbreekt... nou, dan moet je dit doen of dat doen. Uh, een paar dingen zijn natuurlijk wel te benoemen. En ik vind het mooi om daar samen op te reflecteren. De allereerste is over het maken van keuzes in het algemeen. Uh, dan heb ik het niet over de uitkomst. Uh, je laat je wel of je laat je juist niet vaccineren. Uh, maar in het achtvoudige pad uh, is één van de acht spaken... Die gaat over een intentie. En uh, de intentie gaat altijd vooraf aan datgene wat we doen, wat we zeggen, welke handelingen we verrichten. En in dit geval ook of we besluiten om wel of niet te laten vaccineren. En hoe we in deze coronadiscussie staan en hoe we ook met elkaar omgaan. En die intentie is denk ik heel mooi. Het is ook heel mooi om dat gewoon nog een keertje te horen en om daar samen op te reflecteren. En de Boeddha die had het over: een intentie is vaardig, die is behulpzaam als die voortkomt uit vriendelijkheid, uit compassie en vrijgevigheid. Deze intentie geeft een richting van waaruit we kunnen oriënteren. Namelijk vriendelijk kunnen we verzachten met onszelf, met een ander. Kunnen we ook uh, keuzes maken. Die helpend zijn, die het leed in de wereld verminderen, die ook het leed in de wereld kunnen verzachten. Dat is de stem van compassie. En kunnen we ook rekening houden met de ander? En kunnen we de ander ook bijvoorbeeld ruimte geven? Kunnen we de ander iets bieden? Kunnen we, hebben wij iets over wat we aan een ander kunnen geven? Nou, dat is de stem van vrijgevigheid. Dit is misschien nog een beetje algemeen en hier en daar wel wat vaag, want het geeft inderdaad geen concreet antwoord, maar het kan wel een mooie reflectie zijn uh, bij onszelf: hey, hoe verhoud ik mij in deze tijd en doe ik de dingen inderdaad vanuit vriendelijkheid, compassie en vrijgevigheid? De tweede, een tweede aspect wat denk ik heel behulpzaam is in deze tijd, en het klinkt wellicht als een dooddoender, maar is om echt opmerkzaam te zijn op de momenten dat we in contact staan en dat we bijvoorbeeld het nieuws volgen, dat er een discussie aan de koffietafel of aan de keukentafel is en we horen meningen, er vindt een soort uitruil plaats van ideeën en gedachten, Oordelen wellicht uh, over de andere groep, over het andere kamp, als die er al is. Hè? Maar vaak ervaren we het wel zo. En om daar bewust van te zijn. En soms echt even te kunnen pauzeren. En niet meteen in die meningenstroom mee te gaan. En impulsief en reactief uh, ja, met woorden uh, te reageren. Maar even te pauzeren. Hé, hey, hoe komt dit binnen? Hoe is dit voor mij? Wat roept dit op? Soms kunnen we ook lichamelijk, fysiek een reactie ervaren op het ogenblik dat we iets horen waar we het misschien niet mee eens zijn. Het is overigens ook heel interessant om opmerkzaam te zijn eh, als je merkt dat je het juist wel eens bent met de ander, met datgene wat je hoort. Gewaar te zijn van de instemming, misschien wel van het gevoel van verbinding. Terwijl we juist als we een andere mening horen, het gevoel van het uitverbinding gaan, het gevoel van vervreemding, het, het, ja, de neiging om weg te lopen, om het te negeren, om misschien juist wat meer naar binnen te gaan en stil te zijn en niet meer mee te, te doen, en op die manier ook af te sluiten en uit te checken, en op die manier dus ook uit het uh, contact te gaan. Wat voor mij heel helpend is, juist in deze tijd. Is uh, de verschuiving die in het boeddhisme vaak ook wordt benoemd van ik naar wij. Van ik naar wij. We zitten namelijk samen in een crisis. We zitten allemaal in deze pandemie. En we hebben allemaal te maken met uh, een tijd van verandering. Een tijd van onzekerheid. En ook echt een tijd van oncontroleerbaarheid. En dat is een aspect van dukkha. Daar is lijden, daar is pijn, daar, daar zit de pijn, onder andere van deze tijd. Dat we het heel vaak niet weten wat gepast is. Dat we ook uh, zien hoe de wereld verandert en dat we daar eigenlijk geen grip op hebben. En dit zijn aspecten, daar komen we ook op een intieme manier mee in aanraking. Op het ogenblik dat we op het meditatiekussen zitten en we richten onze aandacht naar binnen, dan komen we ook in aanraking met de verandering, de vergankelijkheid, de onzekerheid. Het niet kunnen controleren wat er gebeurt. En dat is onze innerlijke binnenwereld. Maar die innerlijke binnenwereld, die weerspiegelt diezelfde wetmatigheden in de buitenwereld. Dus ook in de wereld om ons heen is verandering. Ook daar is oncontroleerbaarheid. En ook daar is pijn, daar is aan. En de reflectie is: daar zitten we samen in. We zitten samen in deze crisis. Ik vind dat een hele behulpzame reflectie. Want aan de ene kant klinkt dat logisch. We zitten samen, maar we kunnen vaak zo opgaan in onze eigen mening, dat dan horen we wellicht bij een kamp, voor of tegen. En van daaruit laten we ons voeden, hè, dat we met name instemming ervaren bij de berichten, de gesprekken, de nieuws-items uh, die ons eigen gelijk bevestigen. Waardoor er een soort gescheidenheid in lijkt te komen: van ik en de ander, of wij en de anderen. Uh, maar ik denk dat het mooi is om te reflecteren: dit is wereldwijd, uh, in het klein, maar dus ook in het groot, uh, een crisis en we zitten er samen in. En wat doen mensen in tijd van crisis? Dan maken ze keuzes die op dat ogenblik voor hen juist zijn. En die keuzes volgens de boeddhistische zienswijze, die worden soms gemaakt ook vanuit haast, vanuit stress, die worden beïnvloed door de omgeving en daar is ook onwetendheid aanwezig. Het niet volledig kunnen doorgronden wat juist is. En die keuzes die worden gemaakt, ik zou bijna zeggen in beide kampen, en daar is ook onwetendheid uh, vaak aanwezig. Er bestaat ook iets, zoiets als een voortschrijdend inzicht. Dat we later ontdekken met de kennis die pas later bekend is. Dat we terugkijken op eerder gemaakte keuzes en dat we denken: ah, dat was niet zo handig. Dat had ik beter anders kunnen doen. Ja, dus dat geeft maar weer aan dat met de wijsheid van nu, dat er keuzes worden gemaakt die. Later, als er meer bekend is, als, als er dingen anders weer, weer gaan in de wereld, dan maken we misschien weer uh, andere keuzes en kijken we weer terug op de manier waarop we zijn omgegaan. En nou, dat, daar vinden we dan misschien ook wel iets van. En dat geeft ook alweer aan, denk ik, dat, we, dat er gewoon heel veel onwetendheid is in deze tijd. Dat, het, dat er gewoon heel veel niet weten is wat is gepast, wat is juist, wat is goed om nu te doen. En in crisis maken we allemaal keuzes en we maken vaak ook andere keuzes. En ik merk bij mezelf dat dit voor mij een behulpzame reflectie is. Uh, dat ik me niet totaal vereenzelvig met mijn eigen waarheid, met mijn eigen keuzes. Maar dat er ruimte mag zijn, ook bij mijzelf voor niet weten. Het niet volledig. Uh, zien en begrijpen wat er in deze tijd gebeurt en wat op dit moment passend is. En toch op basis daarvan maak ik ook keuzes. En daar is denk ik ook ruimte voor compassie, voor verzachten. Verzachten met onszelf, verzachten met hoe wij zelf in deze tijd proberen om vaardig om te gaan uh, met de uitdagingen. Met een tijd van verandering, van onzekerheid, van het niet con kunnen controleren wat er in de wereld gebeurt. Wat ook heel helpend is, vind ik, en daar, daar, daar zouden we echt een meditatie van kunnen maken. Om juist. Uh, proberen te luisteren naar de ander. zonder al in te vullen. Zonder. Ons eigen verhaal te willen doen. Dat wordt ook wel eens autobiografisch luisteren genoemd. We luisteren door het filter van een ik, van onze eigen mening, onze eigen visie. Maar echt luisteren gaat over jezelf uh, wat meer naar de achtergrond zetten en openen voor datgene wat die ander te vertellen heeft. En dat we goed daarbij zijn met aandacht en proberen te begrijpen. Niet te overtuigen. Te, te begrijpen. Niet alleen wat er wordt gezegd, maar misschien nog belangrijker. Van waaruit iets wordt gezegd. Heel vaak spreken mensen vanuit angst, vanuit bezorgdheid. Vanuit onvrede, vanuit onrust. En die woorden die er dan uitkomen. Die zijn soms ook wel wat ja, minder genuanceerd. Uh, meer reactief. En dat het vaak bij onszelf ook een reactie. Dus dit is echt een tijd wat nog een keer ons uitnodigt om met aandacht te luisteren en niet meteen te hoeven reageren, de ander te hoeven overtuigen. Tegelijkertijd mag onze eigen stem natuurlijk ook gehoord worden, mag er ook zijn. Ja, dus soms kunnen we ook onszelf actief uitnodigen om juist wel deel te nemen. Aan een gesprek of aan een discussie. Jaren geleden las ik een mooi verhaal, dat ging over uh, een referendum. Uh, ik geloof in Schotland dat het was. En uh, de Schotten die mochten naar de stembus met de vraag: willen we bij het Verenigd Koninkrijk blijven of willen we zelfstandig worden? En dat was gewoon een hele makkelijke vraag, die natuurlijk heel moeilijk is om te beantwoorden. Maar het was wel heel simpel: ja of nee? En het artikel wat ik las, dat ging over een straat. Waarin hele grote borden stonden in de tuin. En poses voor de ramen met van yes. En de andere was no. En eh, buren, eh, ja, bij, bij, bij de een stond er dan een groot bord. Waarschijnlijk ook met een kleur van rood of zo in de tuin. Eh, van yes. En bij de andere stond dan bijvoorbeeld een blauw bord met heel groot no. En, eh, maar daaronder stond. In één straat stond er bij iemand bij een huis een bordje. Mijn buurman zegt ja, en ik zeg nee. Hij heeft een andere mening, maar mijn buurman blijft mijn buurman. En ik vond dat eigenlijk ook wel heel erg mooi. Daar, daar zag je wel van, ja, je, je mag je stem laten horen, maar mijn buurman blijft mijn buurman. Ja, en mijn collega blijft mijn collega, en mijn medemens blijft mijn medemens. Ook al graaft hij of zij zich helemaal in. Is verbeterd uh, en zit in een bepaald kamp. Uh, misschien kunnen we daar zelfs af en toe met een beetje nuance naar kijken. Namelijk door de verschuiving te maken van: oké, okay, ook bij deze persoon is lijden. Ook bij deze persoon is er onzekerheid, is er angst, is er ook niet weten. Uh, en op deze manier gaat deze persoon uh, door de pandemie. En dat is een manier om er naar te kijken. Dat is een manier om ermee om te gaan. Hoewel je bij jezelf voelt: hé, hey, ik doe dat anders. Ik vind hier ergens iets van. En dit is niet mijn straatje, niet mijn mening. Maar om toch dat breder gewaarzijn te houden: van ik naar wij. En dat is denk ik de kwaliteit van het hart om open en in verbinding met jezelf, maar ook met de buitenwereld, ook met het zogenaamde andere kamp, dat eigenlijk dus niet zo heel erg anders is, maar diep verbonden, maar diep van binnen zijn we verbonden met alles en iedereen, wat de ander hier ook van vindt en wat de ander ook doet. En op die manier kunnen we verzachten. Ja, dat de kwaliteit van vriendelijkheid en compassie in de eerste plaats mogen verzachten met onze eigen oordelen, met onze eigen meningen, met onze eigen ideeën over deze tijd. En misschien mogen het ideeën zijn, misschien mogen het overtuigingen zijn, maar niet voor eeuwig gestold, maar ze komen op in het hier en nu. Ze zijn er, we vinden daar iets van en daar kunnen we opmerkzaam van zijn. Dus in de eerste plaats kunnen we verzachten met onszelf. En dat ook reacties er mogen zijn. En dat ook onze reacties vaak voortkomen uit ja, onbegrip, maar ook uit het ervaren van die onzekerheid en van de verandering. Het voelen van het leed in de wereld en dat dit een respons is om daarmee om te gaan. En we kunnen er een oefening van maken om ook zo nu en dan, bijvoorbeeld in de meditatie, maar ook gewoon in je dagelijks leven, de ander binnen te halen in je bewustzijn. Te voelen wat dat met je doet. Te ervaren welke reacties dat bij jou oproept. En vanuit het besef dat we allemaal verbonden zijn, dat we allemaal in deze crisis zitten, kunnen we misschien een intentie laten opkomen vanuit verbinding. Mogen wij allen vaardig omgaan met de uitdagingen van deze tijd? En mogen wij Blijven verzachten, blijven oefenen in het verbinden met alle levende wezens. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Voor harte uitgenodigd als deze podcast vragen oproept of je wilt op een andere manier reageren. Hieronder vind je mijn e-mailadres, harte uitgenodigd. En uh, ik wens je alle goeds. Blijf gezond en blijf vooral op de mind en het hart letten. En laten we met elkaar ervoor zorgen dat we in verbinding blijven vanuit vriendelijkheid en compassie.